Zullen we het bij deze beklinken gewoon dat we het doelpunt op jouw naam zetten, Steven Nieuwendaal? Ja, zou ik heel erg mooi vinden als ik een keer een kopgoal maak met 1,79 meter. Dus. Daardoor gaan jullie denk ik toch nog even met een heel ander gevoel die bus in zo. Ja, ik moet zeggen, we hebben een dubbel gevoel aan deze wedstrijd overgehouden. Kijk, de eerste helft vind ik dat we bij Vlagen best aardig voetbal spelen. Misschien wel het beste van het seizoen, bij Vlagen zeg ik. Maar uiteindelijk kan je 2-0 achter staan door een bal op de paal en een bal op de lat. Zij in de counter gewoon extra scherp zijn. Maar ja, de tweede helft beginnen we gewoon heel slap. We geven die 1-0 geven we weg, klutsituatie bij een corner. Maar daarna zie ik bij fase gewoon het Sparta dat ik wel graag wil zien. Jongens die voor elkaar strijden, ik zie voetbal. Ik zie zelfs mogelijkheden voor ons. En op het einde creëren we gewoon 3-4 goede kansen. Alleen ja, dan moet je scoren. En dat het dan in de laatste seconde gebeurt, ja, dan voelt het alsof je hier een punt gewonnen hebt. Maar dat is een beetje dat dubbele gevoel dat we hebben. Want ik denk dat er ook meer had kunnen inzitten. Is het vooral net de laatste paas bij jullie waar het hem in zit, waardoor het misschien slechter oogt dan dat het is? Ja, denk ik wel. Ik denk dat we vandaag via het middenveld redelijk konden voetballen. Alleen, je zag dat zij achterin best wel een defensief blok hadden staan. En dan is het lastig om daar doorheen te komen. En dan moet die eindpaas, die moet gewoon perfect zijn. En dat was niet altijd het geval. Dan hou je uiteindelijk toch nog een punt. Maar zeker op basis van de slotfase wel een terecht punt, lijkt me. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat zij op het einde vooral wilden tegenhouden. Ja, en dan gaan wij wat opportunistischer spelen. En dan heb je met Peters een vroege voorzet in huis. En daardoor zie je toch dat er 2-3 ballen nog goed vallen. Ja, en ik denk dat we 3 of 4 grote kansen nog creëren. En daarom zeg ik, op het einde kan je misschien ook nog zo'n wedstrijd stiekem meenemen. Is de inbreng van Berkel ook nog belangrijk hier? Want dat is een verdediger die ook graag dat middenveld komt versterken, die graag indribbelt. Ja, goed. Van Berkel heeft natuurlijk andere kwaliteiten dan Luijrenk. Ik denk dat Luijrenk ook een beetje tegen zichzelf beschermd werd. Omdat hij al op geel stond en een paar keer op het randje zat. Dus wat dat betreft kon ik de wissel wel begrijpen. Ja, ik denk dat het gewoon beide verschillende centrumverdedigers zijn. En het is maar net hoe je dat wil invullen als trainer of als ploeg zijnde. Ja, ook belangrijk vandaag dat de schade min of meer beperkt is gebleven ten opzichte van de overwinning van Dordt weer. Oké, nou ja, goed. Zover heb ik nog niet gekeken. Ik denk dat ik wel geleerd heb van vorig seizoen door alleen maar te zeggen dat wij met onszelf bezig zijn en gewoon van wedstrijd naar wedstrijd toe leven. Ja, en eigenlijk zie je ook nu weer, het is eigenlijk weer net zo'n gek seizoen waarin iedereen zoveel punten laat liggen dat je er misschien pas in april iets van kan gaan zeggen. Ja, daarom. Ik denk dat alle ploegen redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En ik denk de ploeg die een serie wegzet, die kan een aardige voorsprong opbouwen. Dat heb je bij ons gezien. Ik denk dat wij een aardige serie hebben opgebouwd. En dan zie je meteen dat je bovenin meedoet. En dat geldt voor alle ploegen. En daarom ben ik ook van overtuigd dat wij aan het einde van de rit ook gewoon mee gaan doen. Een kopbal met je kale kop, die kan je op je lijst bijschrijven nu. Ja, dat haartje was net genoeg wat er nog op stond. Dus goed. Ik hoorde van de scheids dat het als eigen doelpunt gegeven wordt. Maar ik raakte hem nog. En wat daarna gebeurt, geen idee. Maar, jij eist hem op met dat ene sprietje. Je moet altijd juichen als er gescoord wordt. Dat deden jullie massaal. Ja, tuurlijk. En zeker in die fase moet je daarvan profiteren.